heb nog niet gezien in de tweede helft, maar hij kan hier wel 3-0 maken. En dat doet hij! Hij speelt al jaren bij FC Utrecht, verlengde enkele maanden geleden zijn contract tot 2023 en scoort er dit seizoen lustig op los. Zijn naam? Gerano Kerk. En vandaag praten we met hem bij. En dat doen we bij de Kapper. Kerk helemaal vrij veld. Kerk rustig blijven. Kerk afgemaakt. 1-0 voor Utrecht. 18e minuut. Zo simpel kan het dus gaan. En Kerk. En die zit erin ook. Telgenkamp kan hem niet keren. Utrecht met 2-0 voor. Hey, goed je te zien. Ja. Oh ja, het voetbalgehalte dat spat er wel vanaf hier. Ja, klopt. Aardig wat shirtjes inderdaad, ja. En al deze jongens die hier hangen, die knip je allemaal? Die zijn allemaal hier geweest, ja. Mooi zeg. Allemaal, inderdaad. En nu de superster van FC Utrecht? De grote man, ja. Hij zit daar, ja. klopt, ja. Gerano. Ja. Gerano is wel super rustig. Echt een hele rustige gast. Ja, dan moest ik bij het begin wel een beetje winnen. Dus ergens ben ik wel anders. Ja, ergens ben je wel heel anders dan de rest. Super lieve jongen, heel rustig, aardig. En gewoon echt zichzelf. Wat doe je zo al bij Grano zijn kapsel? Bij Grano doe ik meestal mid-feet, dus dat is midden-overloop. Bovenkant haal ik altijd een klein stukje van af. Dus ik knip het eigenlijk alleen een beetje recht en dan twist ik de bovenkant. Baardje weg, snor laten, sikkie laten en dat is het eigenlijk. Van ijdeltijd, hè? Ja, hoort erbij, hè? Tegenwoordig. Je komt elke weekend op tv en dan moet je er wel fris uitzien. Boymans, dat is een goed balletje hoor, op Rubin. En daar is hij dan, daar is hij, daar is hij, jawel! Het is de jonge Kerk die scoort bij zijn debuut. Zo, dat is al een tijdje geleden, man. Maar ik weet alleen toen die bal erin ging. Het leek alsof mijn oren dicht gingen en ik weet niet, man. Ik leefde gewoon echt in het moment, man. Met de debuut, goal. Boymans doet dit goed. En dan is daar Kerk ook wel een beetje geluk. En hij hobbelt het doel in. Ja, natuurlijk wil je gewoon gelijk vanaf je eerste wedstrijd wil je ook gewoon het liefst 200 daarna nog meer spelen. Maar ik was ook gewoon realistisch en dat het gewoon soms met stappen gaat. Ja, voor mij was dat dan vuurperiode naar Helmond. Het was niet dat ik al gewend was aan volle stadions. Dus voor mij was het elke wedstrijd in de betaald voetbal was wel leuk om mee te maken. In Helmond Sport. Ik ging dan ook ver van huis natuurlijk. En ik woonde op mezelf, dus het was wel een aparte ervaring. Maar ergens heeft het wel geholpen. In het seizoen 2015-2016 komt Kerk tot 7 goals en 9 assists voor Helmond Sport. Daar is Kerk prachtig binnengeschoten. Na 36 duels voor de ploeg uit Brabant keert de aanvaller terug in de Domstad. De eerste maanden van het seizoen erna maakt hij zijn minuten in Jong FC Utrecht. Ja, die wedstrijden waren natuurlijk gewoon op betaald voetbalniveau. Dat was ook volgens mij het eerste seizoen van Jong in toen nog de Jupiler League. Je merkte gewoon aan al die boys dat ze heel graag wilden bewijzen. Je ziet zwaar een gaatje bij Kerk en Kerk zorgt voor 1-0. Het is nog niet gedaan met 1-2, dat mogen duidelijk zijn. Kerk en van richting veranderd vliegt hij erin. Nee hoor, het is nog lang niet gedaan. De trap van der Meer, daar is Kerk. Ontsnapt aan de aandacht van de hele Fortuna Sittard defensie en dan is het wel 2-0. Nee, ik speelde mijn wedstrijden bij Jong. En ja, ik zat toen nog niet eens vast in de kleedkamer van het eerste. En de trainer zei dat ik moest verdienen. En ja, ik ging gewoon daar keihard voor werken en uiteindelijk werd ik beloond. Scoort elke week in Jong, maakt een goede indruk op de training en ja, dwingt dan een kans af. Ayoub. Kerk. Controle is daar, het schot is daar. Kerk die zich met name ook bij Jong Utrecht in de Jupiler League laat zien, laat gelden. Het voelt wel alsof je echt iets bereikt zeg maar, in die 6 maanden. En ja, mensen zien misschien niet gelijk wat er allemaal vooraf aan ging, maar ja, ik weet wel van hoe ver ik kom eigenlijk. Krappe hoek, maar wel 2-0. Schitterende goal van Kerk. 2-0 Utrecht. Gustafsson op Cabori. Ah, mooie goal zeg van Kerk, 1-0. Vorig seizoen scoorde Kerk in totaal 8 goals in de Eredivisie. Datzelfde aantal heeft hij er nu al in liggen, net na de winterstop. Je neemt gewoon mee in ervaring, denk ik. Je komt in bepaalde situaties nu vaker, je herkent situaties vaker en op een gegeven moment ga je daar vanzelf beter mee om, denk ik. Je ziet vaak dat voetballers op een gegeven moment toe zijn aan een soort van vervolgstap in hun carrière. Jij hebt ervoor gekozen
Hè? Die contracten verlengen tot 2023. Dat zegt iets over hoeveel toekomst jij in FC Utrecht ziet. Nee, dat klopt. Nee, het was ook gewoon een hele mooie beloning van de club naar mij toe. En ja, ik had gewoon vertrouwen erin. Dus ik dacht waarom niet. Hoe is het voor jou om Girano hier de ene dag te hebben zitten in je salon en een dag later te zien scoren? Het is wel mooi, dan zie je je eigen kapsel en dan zie je eigenlijk je prestatie. En, let je er zo goed op? Ja, klopt. Ja, af en toe let ik er wel op. Ja. Als ik bijvoorbeeld een wedstrijd kijk, dan kijk ik wel of die nog extra scherp zit. En misschien dat ik nog dingen zie wat ik nog kan aanpassen. Nee, meestal zit het wel strak. Wat zou een kleurtje zijn die bij Girano past? Ik denk dat grijs wel bij Girano gaat staan. Gewoon echt helemaal grijs en dan valt hij ook op. Hij valt sowieso al op in het veld. Al met zo'n kleurtje, dan trekt hij normaal de aandacht. Grijs, Girano? Ik ga erover nadenken. Ik zie hem om 2 weken. En op een gegeven moment, kijk, natuurlijk bij het begin praat je wat minder. Je praat wel met elkaar, maar niet over bepaalde dingen. Oppervlakkig. Ja, klopt. Maar nu is het gewoon, ja, praat over alles. En we zijn ook een beetje hetzelfde leeftijd, dus dan is het ook wat makkelijker. En we hebben het over de gekste dingen, de leukste dingen en wat eigenlijk, ja. We hebben het meestal gewoon over de wedstrijden, ja. Maar niet echt over spelen. Laat niet echt specifiek over spelen. Het is meer over van, wat zou hij beter kunnen doen en wat doet hij al goed en... Wat hij van de situatie vindt en dat soort dingen. Maar niet echt specifiek over spelers, eerlijk gezegd. Nog niet. Als er nou één iemand is, Girano, waarvan jij denkt... Wow, wat was dat een gigant om mee samen te spelen. Wie is dat dan? Sebastien Haller. Dat is best wel makkelijk, moet ik eerlijk zeggen. Of nou ja, Zeki kan er ook wel nog tussen, Labia. Maar Seb was wel echt een hele aparte speler, laten we daarvan houden. Zijn doelpunten en gewoon het feit dat zodra verdedigers tegenover hem stonden, dat ze een beetje... Je merkte gewoon dat de verdedigers een beetje angstig waren voor hem. Misschien omdat hij zo groot is, man. Wat een mooi doelpunt van Utrecht. Ja, Labiat wordt natuurlijk gefeliciteerd, want wat een techniek. En dan mag Kerk het doen van Haller. Je hebt met hem gespeeld bijvoorbeeld in een tweespitsen systeem. Hoe voelden jullie elkaar in die tijd aan? Ja, het ging eigenlijk best wel makkelijk, terwijl we niet eens echt heel lang met elkaar samen hadden getraind. Maar hij was meer de persoon die de ballen vasthield en ik ging dan eromheen of ik ging diep. Dus het werkte wel heel goed samen. Eigenlijk. En dit is dan de kans, Kerk, en die bal valt binnen. In welk land lijkt jou super om ooit een keer te gaan spelen in de toekomst? Vrij makkelijk, Engeland. Ja, dat is wel een topcompetitie, man. Waarom pas jij daar, denk je, goed? Ik ben redelijk sterk, redelijk snel. Dus ja, die competitie past wel bij me. Ik ben best kritisch. Ik ben heel kritisch eigenlijk. En het moet gewoon super strak zitten. Van daaruit weet ik van, oké, nu wil ik hem op tv zien eigenlijk. Ja. Yes. Ziet er weer goed uit. Het Merkel, nee, het draaien van Kerk. De voorsprong is er voor Utrecht, Girano Kerk. Mooi teruggekregen van Kleiberg, kan Kerk daar... Oh, wat makkelijk! Dat is wel makkelijk! Op Girano Kerk. Kerk. Baerbeck moet het af gaan maken. Baerbeck maakt het af.